Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Minecraft video hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij gaan inderdaad vandaag weer even met z'n allen PvP en jawel. Ik zit weer op de Battleon sub zoals jullie kunnen zien. Ik sta hier mooi met mijn zwaardje beet en oh kut, oh ja, dat is unranked. Wat ik zo meteen ook wil gaan doen, maar ik wil eerst even zeggen dat ik de laatste tijd heel veel plezier heb in Minecraft. En dat ik daarom eigenlijk dit ook de laatste tijd wat meer op mijn kanaal heb. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, maar dan weten jullie dat. In ieder geval, we gaan nu echt beginnen met een unranked potje. Ik heb net al eerlijk waar een paar potjes gespeeld en dat ging allemaal wel enigszins oké. Het was niet helemaal super, maar alsnog ging het... Ja, ik heb gewonnen, laat ik het zo zeggen. Ranked gaan we zo meteen ook doen. Dan gaan we kijken of we even wat ranked potjes kunnen winnen, want dat is toch wel even iets dat ik wil. En ik weet niet wat deze man doet, maar hij staat echt stil en hij gaat zichzelf met... What the fuck? Wat is dit nou weer dan? Zie deze man dan. Hupsakee. Oh mijn god. Ik moet echt beter leren kijken van waar iemand naartoe gaat. Nou ja, ik ga al in de aanval. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Deze man die is echt heel vaag. Ja, ik had gewoon ook zoiets verwacht. Oh mijn god. Holy shit. Oké, nu moet je echt dood. Ja. Nou, kom op. Ja, wauw. Vage battle. Nou, maar wat ik wil zeggen is dat ik ook dankbaar ben voor de support op deze, ja, afleveringen. Ik weet niet, maar jullie vinden het leuk om hiernaar te kijken. En ik vind het ook leuk om dit te doen. Het is wel iets eigenlijk unieks, al kan je het zo wel stellen. Laten we in ieder geval maar gewoon tweede potje. Nou jongens, tweede potje begint hier. We gaan dus ook weer een unranked potje doen. En ik ga kijken of ik even wat pijlen in hem kan schieten. Dat is één pijl. En nu gaat hij ook met pijlenboog. Dat is altijd zo voorspelbaar, hè? Kijk, oké. Wij hebben hem raak. Hij miste mij. Oh mijn god, lag! Kom op! Nee, niet lag! Waarom moet er nou weer lag? Oh shit. Holy shit. Ja, daar ging je aan vuur mis, hè? Daar ging je aan vuur mis. Hier een vuur. Oh, hij ging ook met vuurtje. Holy shit. Oké. Oh shit. Oh mijn god, wat wil je nou? Wat wil je nou? Oké, kom op. Nee, hij gaat god hebben. Oh! Ja, het was niet echt bijzonder of zo, maar ik had hem wel. Oké, jongens en meisjes, een nieuw unranked potje. En wij gaan dus nog twee unranked potjes doen. En deze man gaat ook weer uit zijn kleren. Waarom ga je uit je kleren? Is dat iets van het... Hij komt zo om dat hoekje vandaan en opeens heeft hij serieus weer echt al zijn armor aan. Oh mijn god, oké. Wat? Holy shit. Oké, ik moet echt even beter hiermee. Oh shit, oké. Nee, ik zag dat jij dat vuur ging doen, vriend. Ik zag dat gewoon. Oké, kijk, nu kom, als jij nu op me afkomt, kijk, dan halen we die weg. En dan doen we zo. Holy shit, oké, hier neem nog meer vuur, neem nog meer vuur. Waarom gaat het vuur niet? Hier een vuur. Oh mijn god, Amahula. Hier, neem dan een visengel op je bakkes. Kom op, neem een visengel. Holy shit, oké, dit is echt één kutpotje. Dit is echt één kut battle. Wat wil je nou dan met je armen de hele tijd uitdoen? Kom op zeg, holy shit. Oh ja, combo nee, wat? Ik weet echt niet wat daar gebeurde, maar het ging wel echt zwak loten. En mijn hand die is trouwens echt dubs aan het lozen of zo. Echt geen idee, moet je mijn hand zien. Nou jongens, we gaan hierna wel even een ranked potje doen. Wat ik nu allemaal doe is nog unranked. En oh, ik dacht even dat die man daar ging springen, maar dat deed hij niet. En wat ga jij nou doen? Kiekeboe. What the fuck? Oké. Kiekeboe. Oh, kiekeboe. Oh, wat ga je doen? Ga je daarheen? Of zit je daar? Hij zit daarachter. Oh, dat is glowstone. Wauw, what the fuck man. Oké, we gaan met de visengel zo. Ja, we hebben hem. Visengeltje. Oh mijn god. Jeetje, what the fuck. Yo. Oké. Ja, wow. Ik had hem. Ik heb echt geen idee wanneer ik iemand wel of niet heb, als ik heel eerlijk ben. Ik let eigenlijk niet heel veel op hoe vaak ik iemand raak. Wat je wel moet doen. En dat moet ik dus ook mezelf gaan aanleren, wil ik hier wat beter in worden. We gaan nu een ranked potje doen. En dan gaan we kijken of ik dat ook kan winnen. Oké, jongens, een ranked potje. Dus wij kunnen hierna nog 9 doen. En ik hoop dat dit een beetje zometeen goed gaat. Holy shit, deze man. Nee, rot op met je pijlenboog. Oké, ik heb nu ook 1 hit, 2 hit, 3 hit. En nu heb ik geen hits meer. En dat doen we zo en dan gaan we fucking naval. Holy shit, jij bent echt wel... Jeetje, ik dacht dat ik slecht was, maar deze man... Wat is dit ooit, joh? Nee, niet godhebbelen. Nee. Oh! Dat was echt... Eén bizar raar potje. Ik heb geen flauw idee.
Nou, hopelijk is dit een wat moeilijkere uitdaging. Ik heb geen flauw idee hoeveel punten deze man heeft waar ik nu tegen vecht. Hij raakt me wel echt gelijk. Hier, neem een pijl. Holy shit. Neem een pijl. Ja, oké. Okay. Hier, neem een... Oh shit. Oh shit. Oh kut. Oh kut. Ja. Nee, hij heeft dikke combo op mij. Hij heeft dikke combo op mij. Ja, wow. Ik had hem. Echt waar, hij had een soort van combo op mij, maar toen had ik een combo op hem. En toen was het van, ja, we hebben hem dood. What the fuck doe ik? Nee, maar even serieus, ik word wel beter toch? Ja, jullie zeiden dat de vorige aflevering niet echt heel erg goed was. En dat geef ik zelf ook toe, het was allemaal een beetje meh. Maar nu gaat het wel lekker. Voor de afwisseling heb ik even de Bult Ultra Hardcore Kit gekozen. Dit is een kit die eigenlijk, ja, heel vaag is. We hebben dus nu allemaal Diamond Spul en... Deze man die gaat heel veel met zijn visengel werken. En ja, ik ga jou heel vaak raken met de pijlenboog. En deze man heeft voor mij al gegodappeld of zo. Geen idee. Ik raak hem wel de hele tijd, maar... Yo! Dikke boogspammer. Dikke boogspammer. Holy shit, man. Wat? Deze man! Holy fucking Amahula, man. What the heck? What the fuck? Hier, neem een visengel op je bakkes. En dan neem ik nog een gouden appel. En neem nog een visengel. Neem nog een visengel. Oké, okay, nu gaan we gewoon in de vee. Oh, shit. Hier, neem lava. Oh, my god. Nee, lava ging verkeerd. Nee. Holy shit. Holy shit, ik moet een gouden appel eten. Gouden appel. Oh my god, man. Ik word hier zo hard gerekt in mijn poepert genomen. Nee. Gun een jongen. Nee. Hoe de fuck doet hij dat ooit? Jeetje, hier, neem een boog. Neem een pijl. Neem nog een pijl. En nu gaat hij ook aan mij met pijlenboog. Dat is... Jeetje, man. Deze gozer. What the fuck, yo, hey. Doe normaal. What the fuck. Oké. Okay. Yo, nee. Dan lag de server weer, hè. Dan heeft die server weer lag. En dan is het weer zo. Nou ja, ik zit nog een keer met deze kit zoals jullie kunnen zien. Ik vond het wel een leuk kitty, dus vandaar dat ik het nog een keer doe. En oh mijn god, jeetje. Jeetje, je neemt lava. Ja, hij zit in de lava. Oh mijn god. Holy fucking Amahula. Ja, hij zit in de lava. Ga dood. Ja. Ja, kom op. Je kan doodgaan. Ja, ik heb hem zo hard. Die lava van mij was best wel goed geplaatst, even eerlijk. Die was echt heel awesome. We gaan gewoon gelijk nog een potje doen. Ik heb nu weer even zin in een MCSG. Dat is weer deze kit. Ik vind deze kit namelijk net wat handiger om te oefenen, omdat ik ook dus Hunger Games gaande heb. En zo! Die goos die raakt mij bijna, terwijl ik hem niet eens zag. Doe normaal. Oké, hier, neem een pijl. Neem nog een pijl. Oh mijn fucking Amahula. Holy fuck, ja, hij heeft zichzelf in de vuur gezet. Oh, dankjewel. Hij sloeg me er doorheen. Oh, dat was echt awesome. Oké. Okay. Hier, neem een pijl. Neem nog een pijl. Oh mijn god, neem nog een pijl. Neem... Pijl! Oh shit. Oh, dan raakt hij mij wel, die man. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nee. Dat was zo te voorspellen. Holy shit. Nee, wat? Oké. Okay. Juist. Oh ja, deze kit moeten jullie trouwens echt even zien. Dit is nu unranked, maar ze hebben een kit toegevoegd. En dat is serieus met Raw Chicken en Knockback 10. En dat is het enige wat je krijgt. Daarmee moet je dus gaan vechten en dan sla je gewoon mensen helemaal zo ver weg. En dan is eigenlijk degene die het beste dit kan doen, die wint als het ware. Holy shit. Nee, hij heeft mij twee keer. Oké, nu moet ik hem echt heel snel raken. Ja, ik heb hem ook weer. Oh mijn god. Ja. Nee, wat? Hoezo was dat geen hit? Hoezo niet dan? Wat? Oké, dit is echt... Hier moet echt zo'n trollmuziekje onder van... Yo, deze man, die weet precies waar ik de hele tijd naartoe ga. Oh, nu had ik hem even een keer. En nog een keer. Nee, kom op. Nee, wat? Ik raak hem gewoon niet, deze man. Ja, ik heb hem nu wel. Holy shit, oké. Okay. Ja, nee, holy shit. Ik heb er maar één hartje over en hij waarschijnlijk ook. Dus nu is hetgene die de eerste hit heeft. Drie hartjes? Oké, we gaan nog maar even een ranked potje doen. Ik weet eigenlijk nooit precies wat ik allemaal wil in deze afleveringen. Dat is een beetje het probleem. Je hebt namelijk echt heel veel kits die je allemaal kan doen. En daar zit ik al toch wel een beetje mee van... Wat wil ik dan precies? Oké, ik ga nu gewoon in de haven. Oh mijn god. Ja. Holy shit. Oh, ik had mijn visengel voor. Dat was zo dom. Nee, ik had hem daar zo hard kunnen hebben. En nu heeft hij mij echt in... What the fuck, man? Yo, die combo. En dan heeft hij nog 2,5 wattjes over. Terwijl ik echt veel meer had kunnen hitten. Oh, dat was zo dom dat ik dan... Ik moet echt dat switchen beter leren. Holy shit. Oké, ik zit nog maar even in een unranked potje. Maar ik wil jullie ook nog even bedanken voor de kleine tips die jullie me allemaal geven. Zo van Melvin, je moet... Ja, gewoon tips. Oh mijn god, die man. Die man, oh mijn god. Doe normaal met je pijlenboog. Holy shit. Oké, en ik raak echt niks. Ik raak echt geen ene ruk. Hij heeft me weggeslagen.
Dankjewel, dan kan ik God appelen en dan hier neem vuur. Holy shit, ja, hij loopt in mijn vuur, hij loopt in mijn vuur. Oh mijn god, ga dood, nee. Nee, 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 je mag niet God appelen. Ja hoor, echt waar. De hoop was een beetje klein toen hij zoveel met zijn pijlen schoot. Maar daarna had ik hem best wel lekker in zijn poepert genomen van, come on. We gaan nog even afsluiten met een paar ranked potjes in Bult UHC. Dat is deze kit. En daarna gaan we het vanzelf wel zien. Let's do this. Wij gaan dit potje hopelijk winnen. Oké, okay, deze vent die gaat gelijk een aanval. Oké, okay, hier neem pijlen, neem... Pijl omhoog. What the fuck? Oh, dan gaat hij ook met... Dat is altijd wel zo. En oh nee, lag. Server lag. Holy shit. Holy shit. Oké. Okay. Ja, ik had hem nog. Oké. Okay. En ik dacht dat hij daarheen ging. Oh mijn god. Deze vent. Yo, hey, deze vent. Ja, ik heb hem nog een paar keer. Oh mijn god. Ik moet hem maar even een gouden appel eten. Holy shit. Oh mijn god. Deze man. Deze man. What the fuck, joh? Yo, deze vent. Met zijn pijl omhoog. Yo, hey. Oké. Okay. Oké, okay, yo, hey, doe even normaal. Doe even normaal. Oh mijn god. En nu eet hij ook een gouden appel. Dat is zo voorspelbaar. Maar yo, yo. What the fuck? Doe normaal, joh. Oké, okay. Oh mijn god. What the fuck, what the fuck. What the fucking fuck, fuck, fuck. Nee, nee, dit is echt insanely hard. What the fuck. What the fucking. Die vent met zijn pijlen boog. Die raakte letterlijk 9 van de 10 pijlen. Nou ja, nog 2 potjes ranked en daarna is het alweer mooi geweest. Oké, okay, jongens, we doen nog even een ranked MCSG potje. Zoals jullie kunnen zien, een OD. Yo, yo, die man gelijk 2 pijlen echt zo insanely raak. Holy damn, ik raak echt er 1 ruk. Oké, okay, nu raak ik er 1. En wat, waar gaan mijn pijlen heen dan? Waar gaan mijn pijlen heen als ik hem zo raak? Dat is toch bullshit, kom op zeg. Ja, ga in mijn vuur. Jij moet in mijn vuur gaan. Nee, 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 nee. Oh mijn god, deze man met zijn pijlenboog. 1 te gouden appel op, dankjewel. Oh shit, oh shit. Hier, neem een fucking vishengel op je bakkes. En dan ga je nu in een combo van mij. Ja, ja, dikke combo, come on. Fucking hard geowned. Holy shit. We gaan nu nog 1 rank potje doen. En als we die winnen, zou heel leuk zijn. Oké, okay, jongens, dan zijn we dan in het laatste potje. Deze vent is al bezig met pijlen bogen en zo. Of pijlen schieten bedoel ik. Pijlen bogen. Wauw, oké, okay, dat valt echt wel hard. Hier, kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ik moet jou hebben. Nee, ga niet fucking... Oh mijn god, is dit serieus zo'n vent? Gaan we nou serieus zoiets doen? Waarom zou je dat willen? Hé, hey, kom, ik ga een muur bouwen, want daar heb ik zin in. En oh nee, deze vent. Holy shit, oké. Okay. Holy shit, hier ben ik heel slecht in. Oké, okay, dit is iets wat ik niet moet doen. Jezus, hé. Hey. Holy shit, hier neem lava. Ja, oh nee, het hield hem niet goed tegen. Het hield hem niet heel goed tegen. Oh mijn god. Holy fuck, oké, 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 oké. Ik ben geappeld, ik ben geappeld. Ja, 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 ja. Nee, oké, okay, hij gaat daarheen. Nee, hij gaat achter mij. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Fuck! En hij had 1 hartje over. Waarom? Waarom? Nou ja, in ieder geval mensen, dit was weer een Minecraft PvP aflevering met Melvin. Jawel, ik hoop dat jullie genoten hebben. Blauw duimpje omhoog wordt zeker weten gewaardeerd. Abonneer, reageer en dan heb ik nog maar 1 gezegd tegen jullie. En dat is doei mensen.